Je maakt een geweldige indruk op het publiek. Je maakt een geweldige indruk op het publiek. Hoe doe je dat? Want je bent daarboven en als een magneet kom je beneden. Je doet iets en aan het eind van het stuk zie ik dat mensen blij zijn dat je er weer bent. What did you do? Gewoon mezelf zijn. Ah. Disco. I'm the definition of disco, hè? Nee, ik draai nu denk ik 20 jaar ik draai 20 jaar. Vooral ook in de community. Ik heb ook gedraaid voor War Rooms, 15 jaar geleden. House of Vineyard ben ik met haar begonnen. Uiteindelijk ben ik eruit gestapt omdat ik toch mijn eigen ding wilde doen. Ik vond het allemaal te druk en te dunnes en ik wilde gewoon lekker mixen, feestjes bouwen. Ik heb veel huisfeesten gedaan, anti-kraakfeesten. Ook in de coronatijd, weet je wel. Dus ja, het is een beetje de discotijd, toch? Dus toen de rol van die Roadhouse Party, toch? Dat heb ik ook echt georganiseerd en zo. En, ja, mijn publiek zijn ook heel veel Sylvester, snap je? Ik zit er middenin, zeg maar, al 20 jaar. En ik denk dat ze me daar ook hebben gevraagd om mee te spelen, weet je wel? Representen. Nou, dankjewel. Het is heel mooi gelukt ook. Het was prachtig. En dan gewoon, we hebben maar een paar minuutjes. En je kijkt me aan alsof ik je ga aanvallen. Omdat ik alcohol nodig heb. Oh, schat. Dan ga ik je maar één minuutje wat vragen. Ja? Maar zeg het de volgende keer tegen me. Want je kijkt me zo aan. Ik denk, wat doe je tegen die man? Liefde is liefde. Nee, is dat liefde? Liefde en haat omdat jij wel alcohol hebt. Weet je, ik haat het ook, maar ik kreeg het plotseling. Maar goed, luister, die ene minuut. En gelukkig kijk je er liever naar. Eigenlijk eindig je met het verhaal wat eigenlijk hoort nog steeds bij de queer community. Dat als er ziekte is, dan wordt de queer community daarvoor aangekeken en die rol speel je dan. En eigenlijk op dat moment in de tekst, heel prachtig, speel je dat je eigenlijk je verzoent met de dood. En dat doe je mooi. Het hele stuk doe je mooi. Ik heb je eerder niet gezien in deze rol. En voor mij, het raakte me dat je dat op die manier deed, dat vond ik prachtig. Kun je een klein beetje toelichten dat laatste stuk? Je bent een acteur, ik weet het. Maar het is AIDS, het is apenpokken, het is van alles en nog wat. In je stuk, is het alleen maar acteren of is het ook, ik leef iets uit, want steeds weer opnieuw blijken mensen die in de queer community functioneren gestigmatiseerd te worden als er een ziekte uitbreekt? Ja, het is heel simpel. Tuurlijk, uiteraard speel je een rol en stap je ergens in, maar in elke rol die je speelt neem je ook een stuk van jezelf mee. Dat is gewoon heel veel zo. Nu heb ik persoonlijk mensen verloren aan de ziekte. Dus voor mij niet zo heel erg moeilijk om daarin te stappen. Verzoening met de dood heb ik als mens niet. Ik vind het veel te geweldig om hier te zijn. En duurt mij nog veel te kort hier zijn. Mag voor mij een stuk langer duren dan. Dus ik heb geen verzoening met de dood persoonlijk. Ruzie juist met de dood. En eindelijk worden we behandeld zoals het hoort. Ik heb ook een glaasje water voor jullie als jullie willen. Kijk je de bier. Ik wil lekker niks. Op zijn aardbeer. Op zijn aardbeer van dis. Ik heb ook water en de alcohol komt straks met jullie glaasje. Nou, Oké, ga door. Nou, dat is dus één ding. Maar dus niet zo heel erg moeilijk om in die rol te stappen. Uiteraard nog steeds leeft dat, hè, die stigma. AIDS is iets waar we nu mee leven. Ja, dus iedereen, je wordt er oud mee. Er zijn pilletjes voor. Zoals dat er voor nog meer enge ziekten zijn waar je eerst aan overleed. Maar het is dus nog steeds een feit. Het bestaat nog steeds. Er komen nu ook allemaal nieuwe dingen aan. Volgens mij is het nu, wat is die apenpokken? Dat is volgens mij ook een nieuwe ding, toch? Wat nu ook zogenaamd bij alleen maar mannen, die mannen liefhebben, speelt. Ik zie alweer een AIDS-ding aankomen. Maar
vooralsnog, het is wat het is. Ik put in mijn rol zeer zeker uit mijn eigen ervaring. En dat maakt het mooi en tegelijkertijd ook vooral. Want het komt ook heel dicht bij huis. Ja. Dat is simpel. En in die rol van Sylvester zien we dat hij dierbaren verliest. En dan moet hij toch weer het podium op. Hè? En dan moet je toch weer gaan geven aan het publiek. Aan de mensen die graag je willen zien. Ja, dat is een kracht die Sylvester natuurlijk, maar ook die als artiest denk ik gewoon ook hebt. Hè? Heel veel mensen, dat is natuurlijk putten uit die kracht. Die je deelt met de wereld, want je bent natuurlijk ook gewoon een voorbeeld voor heel veel mensen. En mensen hangen zich op aan jouw talent en aan jouw kracht en aan wat je uitstraalt. Dus dat kon hij vooral heel erg goed. Hij was voor heel veel mensen, was hij natuurlijk een, het was een powerhouse en hij was natuurlijk een haven voor heel veel mensen. Zelfs tot in zijn laatste uur. En daarom wilde hij ook dat iedereen kon zien dat hij ziek was en dat hij leed en dat hij kwetsbaar was en zou sterven. Want dat was nou eenmaal gewoon de werkelijkheid. Hij wilde niet weggestopt worden. Dat wilde hij ook niet toen hij leefde. Of toen hij dus als artiest furoren maakte en in zijn mooie jurk. En zijn, hij wilde niet weggestopt worden, nooit ontkennen. Dus ook dat omarmde hij, want dat was wie hij was. Hij heeft geleerd, dat zeg je in de tekst ook, om te omarmen wat je niet kan ontkennen. En dus ook dat, ook in zijn ziekte. Prachtig, omarm wat je niet kon ontkennen. We hebben gezien dat er iemand naar voren kwam en die zei niet zoveel minuten meer had. Dus we hebben hier ook nog een disco hierboven. Dus als we transcenderen, transcenderen we naar boven, zegt Ben. Dus laten we feest gaan vieren, daarboven waar nu de hemel staat.